dit seizoen van Een Huis Vol zien we hoe de gezinnen zich redden in thuisquarantaine. Wat betekenen de coronamaatregelen voor deze grote gezinnen? En hoe doorsta je die maanden met zoveel mensen op een paar vierkante meter? Bij de familie Kraan moet moeder Linda haar kraamtijd plotseling combineren met het geven van thuisonderwijs. Ik ga jou niet helpen hoor, dat doe ik echt niet, dat doet de minister ook niet. Ook Janneke en Johan Jelies worstelen met de nieuwe situatie. Ik moet naar school en mijn moeder is dat helemaal vergeten. Bij de familie Buddenbrook is weer een baby op komst. Wie denkt dat het blauw is, gaat hier zitten en wie roos gaat hier. De Baumgarts nemen het heft in eigen handen wanneer de kapperszaken sluiten. Eugène! En in deze periode van quarantaine wordt bij de familie Kwadakkers een groot gemis nog sterker voelbaar. Er is gewoon geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk of mis. Dit is Een Huis Vol in quarantaine. Vorig seizoen zagen we hoe de Buddenbrookjes verhuisden naar een groot huis net over de grens. Welkom in Duitsland. En moeder Tyla beviel van haar 11e kindje, de kleine Devon. Oh, ja, lieve. Het is nu half maart en in Hoekelhoven gaat de 13-koppige familie Buddenbrook hun eerste week thuisonderwijs tegemoet. Vader Rob is al aan het werk, dus Tyla zit met de kinderen, die normaal gesproken nog steeds in Nederland naar school gaan, thuis. Voor de kinderen aan de slag kunnen, moet Tyla eerst van 4 kinderen het schoolwerk van internet plukken. En dat lijkt ingewikkelder dan gedacht. We kunnen geen verbinding met internet maken. Kom op, hé, stom ding. Ligt er net toevallig de wifi eruit, daar word je toch gek van. En die Duitse abonnement doet het ook niet. Ook geen internet. Oh ja, ik heb nu ineens 4G. Ah, kijk. Ik wil nog meer gaan printen. Het is vandaag de 19e, toch? Ja. Kijk wat ik eronder ga printen. 19 maart. Miguel, kun jij dadelijk even naar de winkel rijden? Ik moet printblaadjes hebben. Want ik heb weer een waslijst wat ik moet printen. Mama. Mag ik de baby passen? Nee, jullie gaan zo beginnen. Oh. Ik ga even de pannenkoeken maken en dan gaan jullie... En internet is weer weg. Na jarenlang huismoeder te zijn, openbaren zich nieuwe carrièrekansen voor Tyla. Ze ziet het al helemaal voor zich. Mama wordt juffrouw. Geweldig. En dat moet me wel. Nu wil mama niet meer dadelijk. Hè? Ja, juffrouw. Nee, juffrouw. Nee. Schijnballen. Maar de nieuwe juf blijkt niet gevoelig voor het geslijm. Willen jullie eten? Ja. Keuken uit. Nee, jullie mogen dan wel buiten op de gang of zo vechten. En jullie vechten helemaal niks. Want je kan ook naar je slaapkamer. De hele ochtend probeert Tyla voor 4 kinderen honderden pagina's aan schoolwerk te printen. Na de lunch lijken ze dan eindelijk aan de slag te kunnen. Dit is van jou. Dit is allemaal van jou. Dat is veel. Dit zijn 2 boeken. Dit zijn over de 100 pagina's en jij hebt precies hetzelfde. Ik vind het stom. Waar je huiswerk maakt. Goed, ik heb daar wel internet. Ik ga gewoon niet. Hier zitten. Yes. Volgens mij wel. Weektaak groep 6. Oh! Sidonia, wat was dat? Is je gebruikersnaam dan? Ja, ik weet ze allebei. Dan hoor ik het zo wel van je. Ja? Kijk. 12. En dan de 10. 10/12. Goed lezen. Terwijl Tyla haar best doet om alle ballen hoog te houden, heeft oudste zoon Miguel slecht nieuws. Ja? En hoe wil ik dat nog kunnen printen? Miguel moest voor mij printblaadjes halen. Want ik moet zoveel printen, ik heb niet genoeg. En dan zei hij, de ene winkel verkoopt het niet meer. Die verkoopt alleen maar levensmiddelen. En die mogen dit niet verkopen. En ze staat nu bij een andere winkel. En dan staan ze letterlijk buiten in de rij. En daarvoor geven ze handschoenen. Dus ze mogen niet zonder handschoenen naar binnen. Handschoenen aantrekken. Om haar kinderen te kunnen begeleiden bij hun huiswerk, moet Tyla even diep graven in haar eigen basisschoolkennis. Mama! Ik ben er zelf uit. Weet je. Ik ben al jaren niet meer op school. Het is wel eventjes ook zelf weer... denken, hoe was het ook alweer? Niet gevangen. Nee, geef hier Charianne nu. Potverdorie, leg me in de keuken.
Oeh, daar kunnen we even vooruit, denk ik. Zijn er 1500? Ja, maar ja, dit zijn er al 200 blaadjes. En ik heb voor hem weer een lijst klaarstaan. Succes met huiswerk, zou ik zeggen. Gelukkig kan Tyler rekenen op de hulp van oudste zoon Miguel. Die zich verwondert over het rekentalent van Siobhan. Ja, maar 670 plus 228. En hij vulde het in alsof hij het zoiets kopte. Ja, maar klopt het ook wat hij schrijft? 701. Nee. Oké, dan. Je kan ook wat opschrijven en het niet... Ik ben aan het kijken. Ik denk, wat wordt er zo snel in? Omdat we niet... Maar 670 en 298 is geen 1000. Nee. Hier, pak mijn telefoon, gebruik rekenmachine. Nee, Miguel. In Urk vind je de grootste gezinnen van Nederland. Vlakbij, in het dorpje Tollebeek, woont de 10-koppige familie Jelies. Vorig seizoen zagen we de rol van het geloof in hun leven. Ze zijn christelijk, met een reformatorische achtergrond. Ik ben er wel van overtuigd van als wij dit niet aankonden, dit grote gezin, hadden we niet gekregen. Dat denk ik wel zeker. Janneke en Johan hebben 7 dochters en 1 zoon tussen de 0 en 13 jaar oud. Ook bij hen krijgen de 6 oudste kinderen door de coronacrisis thuisonderwijs. Dit is allemaal kleur- en stickerboek met woordjes. Zie je dat? Ja, ik weet het. Ja. Ga even kijken of dat lukt. Hé, dan moet je ook een kleur laten, denk ik. Ga je ook winkelen, hè? Ga boodschappen doen. Zie je dat? In de supermarkt. Maar je kan toch ook in kleuren? Dan moet je al deze producten ga jij zoeken. Waar is de shampoo? Ik weet het. Ik denk dat die daar al in zit. Je hebt gelijk. En de koekjes? Ja, in de handen. Nou, ga maar kleuren. Mag jij die... Op het moment hebben we het coronavirus. En we hebben eigenlijk opgelegd gekregen dat we allemaal thuis moeten blijven. En niet de deur uit. Niet naar school. Kerken zijn dicht. We doen thuis kerk. En het is even afzien nu. En nu is nog maar de eerste week. De laatste dag van de week. Maar ik denk, als we dit nog 2 weken moeten, dat we dan wel anders praten, denk ik. Want ik denk dat het niet goed komt als dit langer duurt. U is allemaal bijna jarig. Nou ja, gaat het wel door? Kunnen we wel een feestje geven? Kan Johan wel aan het werk? Johan is zzp'er natuurlijk. Dus gaat hij niet aan werk, komt er ook geen geld binnen. Dus ik vind die zorg meer eigenlijk dan de virus zelf. Maar omdat we nu geen school hebben, mogen we ook later opblijven. Vind ik ook, Robertje, helemaal met je eens. Normaal heb ik mijn structuur thuis, dat je op maandag dat doet en op dinsdag maak je dat. En dat werkt nu gewoon niet. Je moet nu echt, hoe gaat de dag lopen? Wat kan ik doen? Waar kom ik aan toe deze dag? En kom ik er niet aan toe, dan niet. Want dit gaat nou gewoon voor. De kinderen met het huiswerk. Waar ligt de rest van mijn huiswerk? Aida? Nee, ik hoef niet. Hoef je geen cake? Jij wel, hè? Mag ik alsjeblieft melden? Ik hou zo ver rekening met de coronavirus dat we echt wel binnen blijven. Als ik om boodschappen ga, ga ik alleen. En ze mogen eigenlijk niet voorspelen, niet de buurt op. Vriendinnetjes met overleg. Heb je niks, geen hoesten, niets te kouden, dan mag je spelen. Ik ga nu wel gewoon mijn vrienden, zoals vanavond ga ik ook weer naar vrienden toe en zo. Maar... gewoon wel heel anders, want ja, je denkt wel eens een beetje van, weet je wel, afstand houden. Dus ja, het is gewoon heel anders. En het is echt continu handen wassen. Kom je van buiten, handen wassen. Kom je uit de winkel, handen wassen. Continu. En het is voor ons de taak om rustig te blijven en proberen structuur. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hey, jongens, we gaan tot 11:30 door, hè. En dan mogen jullie heel even naar buiten. Dus dat is eigenlijk... even... eigenlijk net zoals op school. Net zoals dan hebben we altijd nog even een pauze ertussen. Ja, dat doen we hier ook. In deze quarantainetijd zoeken we ook oude bekenden op in Den Haag. Ik ga vandaag bruine bonen maken, denk ik. Heeft iemand een scheetje gelaten? Want ik ruik wat. De familie Baumgart was een van de eerste gezinnen die te zien waren in een huis vol. Samantha, de vrouw van mijn leven. We hebben samen 13 kinderen. 6 jaar lang deelden ze lief en leed met ons. Nu zijn jullie bij deze gedroomd.
Inmiddels zijn we 4 jaar verder, wonen alle kinderen die tussen de 8 en 29 jaar oud zijn nog steeds thuis. En is gezinsuitbreiding nog altijd aan de orde in Huize Baumgart. Oké, welkom terug. Oh, wacht even. Welkom terug bij de familie Baumgart. We hebben weer een kleine telgo bij en dat is Tyrell. Niet van mijn moeder, maar van mijn zus. Ja. Ook een beetje van oma. Awkward. Ik heb nu ook een kleintje van 1 jaar inmiddels. Het was niet de bedoeling dat hij er al zal zijn. Het is een cadeautje, maar het was zeker welkom. Ja, we zijn er alle twee heel erg blij mee. Ik woon nog steeds thuis en mijn vriend woont ook nog bij zijn ouders. Maar we zijn wel samen aan het zoeken voor een huisje. In de maneschijn, in de maneschijn. Hij is wel lekker verwend, want hij gaat van hand tot hand. Als mama hem even niet wil nemen, dan wil mijn zusje hem wel of mijn broertje. Wat eigenlijk ook een beetje zijn broertjes en zusjes zijn. Want ja, ze zijn nog een beetje te jong om oom en tante genoemd te worden. En we hebben toch allemaal een hechte band met elkaar. Dus het maakt eigenlijk allemaal niet uit. En in het begin hebben mijn ouders ook heel erg geholpen door me over te nemen 's ochtends. 'S nachts niet. 'S nachts ook wel een paar keer. Nee, 's nachts niet. Alleen in de ochtend. Eugène, zij is vergeten dat hij tussen ons in heeft geslapen toen hij babytje was. Nee. Als zij moe was, dat jij hem dan zei, dat ja. Je dan zei van... Jij sliep niet. Ja. En wij vonden het zo erg. Toen hebben wij hem... Nee, dat was 's ochtends. Nee, toch twee keer hebben wij hem... Ik kan het me ook niet herinneren. Nee. Nou, zeg het. Eugène, hoe kan dat? Maar was het niet na die nacht dat jij hem wijn zag gedronken? Melkisa, Carola, denk kijk, even... Kijk, hij is het ook niet mee eens. Denk even terug. Ja. Hij heeft toen bij ons geslapen en toen heb jij voor het eerst... Jij kolfte je melk. Wij hebben hem toen gevoed met jouw borstmelk. Oké, okay, drie keer 's nachts gehad. Ja, oh, Eugène zei altijd, ja, hij wil geen kinderen meer. Maar jij is wel gezegend met een kleinzoon. Dus kunnen we Eugène nu gewoon opa noemen, toch? Opa moest ik aan wennen. Want de naam opa, ik ben een opa die zit in een bejaardenhuis. Dus daar moest ik toch aan wennen. Hoi. Dat iedereen nog steeds onder één dak woont, zorgt wel eens voor verwarring. Ik noemde hem ook, als ik hem riep, dan kom maar bij mama. Dus dat was ook weer een omschakeling. Want iedereen noemt mij mama. Ja, en nu komt hij ook weer naar mama. Hier, papi. Terrel, kijk eens. Dus eigenlijk zou ik meer willen gaan genieten in de rol van oma dan in plaats van moeder zijn. Want ik corrigeer haar wel vaak. En dan vindt ze dat vervelend. Maar ze moet wel begrijpen, oké, ze woont nog thuis. Dus als ik iets zie wat ik niet goed vind... qua opvoeding of zo, of wat ze anders kan doen... dan moet ze dan ook begrijpen dat het vanuit een moeders instinct komt... en niet vanuit een oma's instinct. Want de oma moet je gewoon lol mee hebben. Moet je gewoon, een oma moet je gewoon kunnen verwennen. Wil ik een kusje geven? Jawel, ja, ik heb genoeg om te bakken, ja. En ik kan hem allemaal, want ik heb net zo gezeten. Wacht even. Lees even deze eruit halen. Kun je de kraan aan doen? Ja. Bij de familie Jelies is het lunchtijd. En als hamsteren een nationale hobby is geworden, is het soms lastig om 10 monden te voeden. Nou, ik heb toevallig, gisteren was ik in de winkel en ik had gewoon mijn normale boodschappen gedaan. Maar toen werd ik echt aangekeken van, oh, ben je ook al in die 5 van hamsteren? Terwijl het gewoon mijn normale boodschappen waren, dus... Ja, het lijkt wel of dat ik aan het hamsteren ben, maar dat was dus echt gewoon onze boodschappen. 1 keer per week haalden wij normaal de boodschappen. En nu hebben we wel 3 keer van de week zijn we al wel geweest om wat extra te kopen. En ja, dat hebben we wel gedaan. Zoals eten, wat blikvoer eigenlijk. En extra koffie en beleg op brood. Meel heb gekocht. Van als de brood straks opgaat, hebben we dan wel iets om te eten. Maar zulke dingen. En zoals met haar, dat je voeding, potjes kosten, potjes fruit. Voor vrouwen dingen en voor ongesteldheid. Ik bedoel, het is allemaal zonde komen te zitten. Hey, mist er nog wat? Wil iemand nog wat melk bij de... Echt wel een beetje gehamsterd. Je wil het niet, maar je doet het toch. En de beroemde wc-papier natuurlijk. Ik wil danken. Ja? Mag ik even danken voor deze keer? O heren, we danken u voor deze nieuwe mooie dag. Heren, wil u bedanken voor deze gedekte tafel. Heren, dat we weer mochten eten vandaag. Heren, wilt u bij alle mensen zijn die ziek zijn geworden al door de corona? Wilt u ze beschermen en bewaren, heren? Wilt u bij vader zijn op het werk? Wilt u met hem meegaan, heren, deze dag?
en weer veilig thuis brengen bij ons. Heren, dit vragen wij niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade. Amen. Wij halen op het moment heel veel steun uit ons geloof. En hoop. Tot we, het biedt ons troost, het biedt ons een vertrouwen van... we mogen vertrouwen op God dat het goed komt. We mogen alles vragen aan God. We luisteren ook heel veel opwekking eigenlijk op het moment. We lezen veel uit de Bijbel. We hebben echt wel dat we extra naartoe trekken op het moment van... ja, dat is toch het enige waar we nu naartoe kunnen, voor ons gevoel. God luistert altijd. Luistert altijd naar ons. En al zitten we in een supermarkt en we doen even een gebedje, luistert hij ook. Luistert God ook naar ons. En dat is toch wel voor ons op het moment een hele troost. Dat we daar naartoe... ja, dat we daarop terug mogen vallen en dat we juist nu die steun mogen zoeken. En dat is voor ons heel belangrijk. Dat we juist kunnen zeggen tegen de kinderen van... hebben jullie vragen? Ga op je knieën. Vraag het gewoon aan God. Wij hebben ook niet altijd onze antwoord klaar. Ook voor de kinderen niet. Dus ja, oh, het emotioneert me. Sorry. Maar dat is voor ons echt wel een troost. En iets moois. Ja. Oma. Hè? Ja. Ook een koekje eten, ja. Gaan we straks even op potje. Miguel? Ja? Moest jij nog een pannenkoek? Nee. Wifi doet het wel nu, ja. Nee, echt waar? Ja. Ik hoor de telefoons gaan. Ja, wil je het staan? In Duitsland is de hele familie Buddenbeuk inmiddels weer online. Bij Siobhan is de concentratie ver te zoeken. Meester Miguel controleert zijn rekenwerk. Maar 6 gedeeld door 9 kan toch geen 4 zijn? Dat zei ik zo wel. 3 gedeeld door 6 kan ook geen 8 zijn. Nee, Bert. Ga weg, ga weg. Bij 6 4. Maar 6 gedeeld door 4 is wel 8, toch? Nee. 10 keer 4 en 4 keer 10 is hetzelfde, vriend. Geef zo de baby af. Mag ik nog wat over de bank? Niet echt mooi. Nou beslis jij niet, lelijk kabouter. Oh, je bent. Trost nog groter dan jou. Ga zitten. Oké. Okay. Ik ben er niet, had je hè? Kloppen. Kloppen. Ga je beginnen of ga je naar boven? Ik heb je net uitgelegd hoe het moest. Niet. En nog doe je het gewoon. Jawel. Jawel, maar ik ga je niet de hele tijd halen, want ik zit zo in de klas. Nee. Deze maak je eraf. Deze maak je eraf. Oh. Ik ga het niet doen. Dan laat ik iemand anders maken. Ik hoef je maar een voetje te maken. Oh. Naar boven. Knoppen. Ja, hoi. Loop naar boven. Ga naar boven. Loop. Nou, nu niks kan je het maken. Hoi, man. Doei. Ik zal mijn werk gaan maken. Nog niks van. Ik heb dus, het opgeschreven. Ik heb je net gezegd hoe en wat, dat wist je het wel. Nee. Wel. De Roer heeft zijn werk gemaakt. Nee, hij heeft nu spelletjes. Ja, maar hij heeft meer gemaakt dan jou. Dus? Jij bent goed. Dus? Ik zal maar eens even dat mondje dicht gaan houden van jou. Kijk, hun zijn klaar. En voor jou wordt het alleen maar later zo. Nee. Want voor mij pas zit je nog wel de komende uren hier aan tafel. Dat maakt mij niks uit. Maak jij het dan? Ja, dat is één opdracht. Nee! Jawel. Ja, dan ga je toch naar boven, jongen. Nee. Nee. Ha, 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 ha. Ah, de lucht is boeiend mee. Nu naar boven, loop. Naar boven, naar boven, naar boven. Kom, loop naar boven. Het is klaar. Ik wil het afmaken. Klaar. Lopen. Afmaken. Loop naar je kamer, moesje. Loop. Loop naar je kamer nu. Loop, ik ben jouw gedrag zat. Ik heb nog niks te doen, het hoort er gewoon bij en je moet het gewoon doen. Klaar. Die meid, we hadden voor kinderen, die vinden het goed niet leuk. Die gaan toch wel liever naar school. Dus het is pas de eerste week, dan hebben we nog weken te gaan. Dus... we zullen zien. Oh, hier zo.
Ik heb een kar hier zo. Er zijn die spullen om te koken. Oeps. Doe voorzichtig, want het loopt naar beneden. Dat is al een keer gebeurd hier. En die knutselspullen, of die schoolspullen, kan je... Dan zijn naar binnen brengen, alsjeblieft. Ook de Baumgarts zitten in hun eerste week lockdown. En nu door de coronacrisis nog meer mensen afhankelijk zijn geworden van de voedselbank, hebben Samantha en haar zoon Lazarie besloten om mensen te helpen. Dankzij donaties kunnen ze twee keer in de week voor minstens 50 personen een warme maaltijd bereiden in de keuken van het buurthuis. Helemaal snijden. Ja, oké. Okay. Maar normaal doe ik zo en dan was ik... Als je hem neerzet? Ja. Zo. Doe maar voor. Ik leer van hem, want hij is echt een professionele kok. En ik ben een kokkin, maar dat doe ik gewoon lekker thuis. En hij heeft natuurlijk op een professionele manier geleerd hoe hij de groentes moet bewerken. Dan kun je het wassen en dan zie je al dat heel veel zand en aardetjes zit. Weet je dat ik echt al een groot gedeelte van dit altijd afsnijd? Je kan het allemaal gebruiken. 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8. Ik heb 48, Sam. 48. Want we moeten er minimaal 50. Ik denk dat we nog meer moeten halen. Oké. Okay. Vandaag gaan we lekkere bruine bonen maken. Met gehakt en rijst. Ja. En als groente heb je daarin, heb je dan prei? Ja, we hebben paprika. Waar zijn de paprika's? Die heb ik niet gezien. Dat is een goeie. De paprika's zijn thuis. Dus dan moeten we even iemand naar huis te sturen om paprika's te halen. Ja. Ja, want ik heb paprika's gekocht. Ik ben de paprika's vergeten. Paprika? Ik heb gisteren paprika's gekocht. Zijn ze in de kast thuis? Ja, de koelkast denk ik. En die komkommer? Die moet je ook kopen. Oké. Dus dan koop je bakjes. Komkommers. Wat wil je nog iets anders bij de komkommerlezerin? Dat is de app, maar die wat je nodig hebt. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, de paprika's niet vergeten. Een deel van de Baumgart-kroos is meegekomen naar het buurthuis om daar hun schoolwerk te maken. En voor Chevy betekent dat veel huppelen. Ik zit op de Ik zit op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en daarop doe ik ballet. Dus ik ga zo meteen ballet doen. Hallo. Hallo. Jullie zien er goed uit. Ik moet zeg maar gewoon nog steeds ballet doen en nog steeds school en alles. En ik moet bijvoorbeeld nog steeds om 9 uur wakker worden om school te doen. En ja, ik moet alles op tijd doen, dus ik ben daar wel blij mee. Normaal in de balletles heb ik zeg maar een hele grote spiegel en heb ik een bar. Maar nu gebruik ik in plaats van een spiegel gebruik gewoon een camera. En ik gebruik als bar gebruik gewoon twee stoelen. Harry, jij was daar een kaartje pakken uit deze pot. Echt? Helemaal alleen? Ja, daar. We gaan straks kijken. We hebben nu een beloningpot. Daar hebben ze allemaal leuke dingen opgeschreven. Als we dan het werk klaar hebben, dan mogen ze een kaartje pakken en dan gaan we dat doen. Pak wat maar staat in. Er? Gezellig met z'n allen voetballen. Ja. Of het wel voetballen nou? Ik kan nou heel goed voetballen. Bewegen is belangrijk. En dus gaat team Jelies onder aanvoering van moeder Janneke naar de verlaten velden van de Tollebeekse voetbalclub, vlak achter hun huis. Albertine en Harry mogen kiezen wie jullie willen. Ik ga Jenny, ga jij naar voren straks? Tot ik kan pasen? Mama, hier! Ik vind het lekker. Oh, dank je. Ook naar Deborah, hè? Oeh, ik wil goed zo. Goed zo, Harry. Ga door, Deborah. Om nu buiten te zijn is heerlijk. Even voetballen, even rust, kinderen hun energie kwijt. En dan hoop ik dat ze straks weer rustig aan het huiswerk gaan. Maar ik ben blij dat dit nog kan. Nog een keer, Harry. Nog een keer. Ja, goed zo. Vertel eens tegen me. Ik heb die bal nooit. Wij gaan straks met z'n tweeën even de ballen. En dan zorg ik dat jij de bal krijgt. Ja. Harry, voor jou. Harry, voor jou.
Met 8 kinderen vindt Janneke ook nog de tijd om aan zichzelf te werken. Ze is namelijk sinds januari aan het afvallen en is ondertussen al 13 kilo kwijt. Maar dat plan lijkt nu in gevaar te komen. Sporten mis ik heel erg. Ja, de sportscholen zijn dicht op het moment. Dus ik ga nu hardlopen en tot ik even goed in beweging en op mijn voeding heel erg letten. Zodat we wel wat af blijven vallen. Kom op! In januari zijn de knop omgegaan, want ik moet nu afvallen. Ik wilde voor de kinderen weer zijn, dat ik kan bukken zonder dat ik moeite heb. Dat ik met ze kan voetballen zoals nu, anders kon ik dat niet. En dat ik gewoon weer de fanatieke moeder ben. Even niet nu de juffrouw, niet de moeder, nu gewoon even de speler die meedoet. In het buurthuis in Den Haag komt de 12-jarige Sean met de 3 paprika's aanzetten die nog thuis lagen. Maar is dat niet weinig paprika? Nee, want ik ga het fijn snijden. Wat kan ik doen? De gehakt, rol bakken. Ik vind het fantastisch om met mijn zoon dit te doen. En we zijn echt een team. Momenteel ben ik ook werkloos. Dus omdat de corona nu aan de gang is, dan heb ik gewoon geen werk meer. Omdat de horecagelegenheden allemaal dicht moesten gaan. En dan denk ik ook van, ja, weet je, dit zou ik samen met mijn moeder zou ik wel een eigen eethuisje willen starten. Wij willen echt graag een restaurantje of een klein mini-eethuisje. Doe ik straks je... Mama heeft mans handelsservies. Hebben die voor mij gemaakt? Oké, weet je wat? Als je hem voor mama daar zet, ga ik hem straks kijken, ja? Dankjewel. Moet je kussen? Ga maar je huiswerk maken. Kom je straks helpen, ja? Elders in het buurthuis vinden we de 24-jarige conservatoriumstudente Chantel. Dit gebeurt altijd als ik aan het studeren ben. Dan komt een meneertje binnen. Wat is er aan de hand? Als ik klaar ben, wil je dan een bal halen bij huis en dan kunnen we daar spelen. Maar dat gaat nog wel heel lang duren, hoor. Echt wel een paar uurtjes. Is het dan avond? Nou, nee, dat nog niet. Maar volgens mij is er nog Therese, Nishan. Papa, kan je eventueel vragen? Of Jelita? Of Jelita? Waar is mijn schoepje? Ja, ik weet het niet, Shaquan, die namen. Kom op tafel. Ja, maar ik ga oefenen nu, Shaquan. Oh, nee, ja. Shaquan, ik ga nu niet tafelvoetbal spelen, dus je gaat nu even weg. Ik ga studeren. Nee. Doe maar netjes de deur dicht. Hoe moet dit? Oké, wacht even. Loop maar naar boven, ik doe het wel dicht. Hij is echt een kleine boefje. Hij houdt heel erg van mij, ik hou heel erg van hem. Dus hij vindt het leuk om aandacht te zoeken. En heel vaak ook wel op de verkeerde momenten, zoals nu. En ik ben juist nu hier vandaag gekomen om ook even tijd voor mezelf te nemen. Voor mijn instrument en mijn schoolwerk. Even kijken of die gestemd is. Thuis lukt het af en toe wel, maar nu, vanwege de coronavirus, iedereen zit binnen. Dus er is eigenlijk minder concentratie en dat is hier nu wel. En dan komt hij net binnen. Dit schooljaar had ik echt een doel. Ik wilde mijn eindexamen afsluiten en die is dan afgezegd. Ik kreeg echt hoofdpijn, joh. Ik dacht, nee, dit kan niet waar zijn. Ik zag alles zo voorbij gaan en zo. Dus hopelijk hoor ik binnenkort hoe of wat. En waarschijnlijk wordt het dan volgend jaar. Ik vind het wel een emotioneel dingetje, ja. Ik ben een muziekstudent. Maar dit is tevens ook mijn werk. Dus geen inkomsten, geen studie. Ja, muziek is mijn hart, is mijn leven. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik thuis woon. Want niet zo lang geleden had ik er nog over nagedacht om op kamers te gaan vanwege mijn studie en het vele studeren of de vele uren maken op mijn instrument. Ja, ik heb van andere studenten gehoord die dan zelfstandig wonen. Ja, dat ze geen brood of toiletpapier hebben. Dus dan ben je wel blij dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Ja. Slaapt-ie? Ja, slaap lekker, hè? Zo rustige baby's waren jullie helemaal niet. Jullie waren om het uur.
Laat hem, je bent hem ook aan het maken. Oh, en hij wordt wakker. Ondanks dat Devon pas 5 maanden oud is, verwacht de familie Bunnenbrug dit jaar alweer een baby. Door het coronavirus hebben de verloskundigen het aantal echo's beperkt. Dus heeft Tyla maar zelf een apparaatje gekocht om de hartslag van de baby te horen. En dat gaan ze meteen testen. Dit doet het eigenlijk, maar sorry, ik weet niet waar de kleine ligt. Maar een beetje wat onder ergens. Dan moet jij eens eigenlijk ook goed zitten. Dat hoor je vanzelf. Als je een racepaard wordt, dan zit je goed. En je moet dingen erop doen, hè? Ja, ja. Maar die moet je eerst met de hand uitsmeren, toch? Of moet je dat nee, dan moet je dat... met het apparaat, hè? Maar ik ben toch goed. Ja. Maar dit keer is het niet Tyla die moeder wordt, maar Cheyenne, de vriendin van Miguel. Kijk, het buikje begint dan. Wanneer? Nee, op dat apparaat. Moet het op het apparaat? Ja, daar, op dat ding hier. En goed, hè? Want anders is er geen geleiding. Dus mag wel wat goed erop. Zo. Ja, dat is denk ik wel goed. Goed. Wat is dat? Wat zit er? Ik kan Miguel het hartslagje van de baby horen. Hier. Ja, wij worden opa en oma. Kijk nee. Was wel even een schok. Tja, hij is nog geen 21, zij is 17. Ik kan niet verwachten dat het zo snel zou zijn. Ik had wel plannen dat ik later een kind wilde, maar ik wist niet dat het zo snel zou gaan gebeuren. Dus. Verder weg hoor je hem. Die kant. Nee, het is haar hartslag. Van de baby is over de 120. Ze weten dat we ze steunen. Ze komen ook hier wonen. Ja, we hebben de ruimte en de liefde. Dat is bij haar thuis niet. Haar rol als oma ziet Tyla toch anders dan haar moederrol. Ik ga niet voor nog een baby zorgen. Dat heb ik zo gezegd. Kijk, voor oppassen en zo, dat ze naar school kan. Dat weet ze, dan zal ik er zijn. Maar hun hebben deze keuze gemaakt. Dus dan moeten hun ook zelf daarvoor zorgen. Al die zwangerschappen inspireren ook Sjaëlle. Het nageslacht is bij deze verzekerd. Tuttie! Zou ik gewoon haar hartslagje doen? Ja, dat kan niks anders. Maar dan moet je maar dat bedoel ik niet. Maar dan moet ik spullen gaan insmeren, dat bedoel ik. Nee, hoeft niet. Of hoeft dat niet per se? Nee, kom maar. Zo, doe maar luisteren. Waar heb je de baby zitten? Is hier op de baby? Je gaat echt veel tijd moeten besteden aan je kind. Het is niet dat je even zegt van, oh, ik ga de deur uit of ik ga dat doen. Of je moet veel opgeven eigenlijk. Om vervolgens mooier eruit te komen. Dus het is wel spannend. Ik word opa. Papa wordt opa, ja. En ik word oma. Maar dan moet je wit haar hebben. Wit haar? Ja. Waarom moet ik wit haar hebben? Ja, omdat alle oma's... Ja, oma's hebben niet allemaal wit haar, hoor. Ja, sommige zwart. Papa en mama worden jong oma en opa. Niet. Ja, papa is 42 geworden. Mama moet nog 42 worden. Dus wij worden jong opa en oma. Hm? Of niet, jongen? En jij wordt vlot oma. Nee, wat? Ja. In Tollebeke is vader Johan thuisgekomen van zijn werk als bouwvakker. En klaar om zijn vrouw bij te staan. Wacht eens, even kijken. Maak de tekening patroon af. Welk figuur komt hierna? Wil je helpen? Ik moet 10 landen buiten Europa allemaal. Ik heb alleen nog maar China en Canada. 10 landen buiten Europa? Buiten Europa. Ja, en kun je dat niet ergens vinden dan? Nee. Jammer genoeg niet. Oh. Nou, je hebt een telefoon toch? Ja, nee, dan zoek je toch op. Nou, 10 landen buiten Europa. Nu de scholen gesloten zijn, worden ook deze ouders onvrijwillig gebombardeerd tot amateurleerkracht. En dat is behoorlijk zweten soms. Ik heb hier geen verstand van. Aida, die zit in de laatste klas. Nou, dat zijn echt vragen dat ik denk van, dat snap ik echt niet. Dat gaat echt wel boven mijn pet. Wat komt er dan weer na? Topics. Ja. Het huiswerk nu helpen met de kinderen geeft een flashback waar mijn vader en moeder zo ook vroeger met ons aan het hameren was op ons huiswerk. En nu komt dat weer terug. Ja, en nu komt het extra terug, maar niet voor mij persoonlijk. Want ik ben overdag aan het werk en Janneke moet het allemaal doen. Dus als ik dan thuis kom en ik kan ook maar ook iets bij helpen, dan doe ik dat. Want ja... Dan legt er nog wel eens een keer wasgoed bewijzen van waar ze gewoon niet aan toegekomen is. Dus
Nou, kijken we tv, maar onder wil is Janneke was aan het opvouwen. Nou, dan gaat je vrije tijd. Het is even juffrouw, politieagent en moeder, verzorgster, kok, alles, alles in één. Thuis ben ik er nog niet echt aan gewend om gewoon thuis school te maken. Dus, want op school vind ik het dan wel fijner. Maar ik vind mijn moeder en mijn vader liever. Mijn vader en moeder geven je een kus en die helpen je heel goed. En je hebt veel sneller vrije tijd. Nou hoef je maar 3 dingetjes te doen. School moet je wat meer doen. Ja, veel meer. Maar zelfs in deze geoliede machine lopen er wel eens radertjes mis. Nee. Ja, we gaan de moeilijkste doen. Ja? Nou, begin maar. Nee. Jij moet het doen. Zo ja. 4 is 8. Nou, eerst schrijf eerst maar eens 8 op. Nee, 4 keer 4 is 8. 4 keer 4 is 16, hè? Nee, maar... Oh ja. Nou, Bertine hebben we eigenlijk wel meest werk aan. Die moet echt een beetje erbij getrokken. En, ja, die heeft er weer meer moeite mee. Om te concentreren en bij de les te blijven. Nou, nou deze. Tellen. 1, 2, 3, 4 keer... 8. Nee, kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rijtjes zitten erin. Dus het is 8 keer 4. Ik weet niet of het lastiger is om met een groot gezin thuis te zitten of met een klein gezin. Want ik denk dat iedereen het wel lastig heeft op het moment. Het is alleen bij ons, je hebt een wat groter gezin, dus het is gewoon wat drukker. En dan moet je gewoon een weg in vinden. En aan de andere kant, hierbij kunnen ze weer elkaar helpen. En dan heb je een klein gezin. Dus thuismoeder zijn er wel alleen voor. En nu heb je goud het ei, de oudste even, de wat jongere helft. Keer 4 is 32. Helemaal goed. En jij zei dat dit moeilijk was, ik snap er niks van. Ja, maar jij hebt me nou geleerd dat je zo moet stellen. Oh, oké. Okay. Daar komt de lift. Sam? Ja? Ik ga zo die deur dicht doen, mag je de lift naar boven trekken. Hoe bedoel je? Die lift naar... Die deur naar boven trekken. Ja, die lift. Heb je hem dicht? Je moet hem naar boven trekken. Ja, maar hij doet het niet. Hij gaat... Doe maar even terug naar beneden. Wacht even, wacht even. Nou is hij dicht. Oké. In Den Haag bereiden de Baumgart zich voor op de massa's mensen die staan te trappelen om hun voedselpakket op te halen. Hier kom ik niet langs. Bijna. Televisie. Zo. Jij weet hoe dit raam... Ik kan het raam open doen, maar ik ben bang dat ik het sloop. Drukken. Ja, doe jij hem open, dan ga ik een stoel buiten zetten. Vanwege die anderhalf meter. Nou, we zetten een tafel hier. Vanwege de afstand. Anderhalf meter afstand houden. Want die mensen niet, zeg maar, te dichtbij komen. Kunnen ze hier staan. Meestal zitten er al mensen hier. Er zit nog niemand hier. Maar ze komen wel, hoor. Is er nog niemand geweest? Nee. Nou, afwachten. Ja. En dan eens in de vriezer stoppen. Ja, dat zeg ik wel eens vaker. Maar je bent toch gauw geneigd als er wat over is, dan neem je toch mee naar huis. Daar heb ik niet het gevoel van, nee, ik heb iets voor de mensen gedaan. Ik moet echt bezig zijn en iets bereiden. Weet je wat het is? Het is ook lekker weer. Mensen gaan even naar buiten. Corona. Even ontsmetten, jongens. Het lange wachten wordt beloond. Hey. Hey. Voor 4 personen? 4 personen? Ja. Ja, drinken ook, jullie taak. Is de bedoeling dat je de lege flessen trouwens weer mee terug? Ja, graag de lege flessen terug. Dat gaan we doen. En dan worden ze opgehaald. Top. Eet smakelijk. Dankjewel. Ja. Ja. Fijn weekend. Fijn. Doei, doei.
Hi, hi. Hi, dat is goed. We weer. Ja. Ik vergeet steeds het tel. 4, hè? Ja, nog steeds. 4. Wat is het? Zit daar ook eten bij? Ja, 2 en 2, oké. Okay. Oh, kijk, super. Ze zijn heel blij. Ik heb geen boze gezichten gezien. Ik heb nooit verhalen gehoord dat eten vies is. Dus ik hoop ook niet dat ik dat hoor. Eet smakelijk. Dank je wel. Maar ja, anders komen ze niet terug. Elk blij gezichtje is bij ons een goed positief punt in ons hart. Ja. Miranda, 7. Ik heb voor Rens, moet ik ook meenemen. Voor wie? Rens, die met die scootmobiel. Ja. En mezelf natuurlijk en Miranda, 7. Oké, we beginnen 1 voor 1. Anders, Dit is zij 7. Zo. Oh. Ik dacht niet dat hij het past, joh. Nee. Kijk, je doet dingen voor mensen, maar je weet dat je op de deur krijg je iets ervoor terug. En ik denk dat als wij onze restaurant openen of eethuisje, wat wij ervoor terugkrijgen, is dat wij de mensen die wij eten hebben gegeven, die af en toe een broodje komen halen. Nee, niet gratis. Niet gratis, nee, maar dan zeg ik die af en toe gewoon. Ik zeg gewoon, ik ga deze man een broodje kopen. Doei, doei. Dankjewel. Smakelijk. Jij, smakelijk. Succes. Ja hoor, dank je. Wie goed doet, goed ontmoet. Zo zie ik het. Nou, we hebben precies 40 maaltijden vandaag uitgegeven. Ga je even opruimen? Volgens mij kan ik die beter gewoon op de voeten erop tuilen. Dat is een... Dadelijk hang je die op aan de muur, zak, trek je alles naar beneden. Die is zwaar. Ja, dan zet je hem op de voet. Maar we gaan verzekeringen bellen, joh. Het is weekend. En bij de familie Bunnenbrug heeft vader Rob een bescheiden televisie gekocht. Want ja, je moet toch wat in deze tijd. TV's in huizen Bunnenbrug zijn doorgaans geen lang leven beschoren. Mijn zoon die had beneden de televisie kapot gemaakt. Nou, koopt hij deze over, want van mij krijgt hij hem niet. En deze is 6 maanden oud of zoiets, 7 maanden oud. En dan hebben wij voor onszelf dan natuurlijk een andere moeten kopen. Hey. Eén ding begrijp ik niet. Zo hoog staat die tv. Tot die. En kijk die vlekken allemaal. Ja. Dat snap ik niet. Ja, kom maar even helpen, Miguel, als je wil, want anders ligt eigenlijk de televisie eraf. Volgens mij is hem dat, toch? Nee, weet je nou werkelijk dat ik jou wil helpen? Ja, ik vraag even, kom helpen, maar dat blijkbaar is er een probleem hier. Ja, we willen lukken om mee te slaan. Ja. Ja, wat een rotgap. Oh, je ruikt de kattenbak. Ja, dat ruik je al 7 weken. Oh. Kijk uit. Oh, alsjeblieft. Die is wel zwaar, die jongen. Hey. Ja, doe maar naar mij toe. Hier. Zo, ja. Misschien kunnen we hem even kantelen. Voorzichtig, rechtop. Oké, ja, loop maar. Dan moet jij eerst lopen, Miguel. Hier zijn er gevolgen van, hè, over een paar maanden. Ik zie niks, hè. Hoe dan ook heb je er gevolgen van, jongen. En dan worden we de volgende, 2,17 meter. Ja, als dat je vader had gelegen, dan had hij maar gehaald, ja. Maar dit ziet ook mooi uit, de grote boom. Hij is voor hem nog te klein. Ja. Hij moet compenseren, dan krijg je dat. Deutsch, oder? Nee, gewoon Nederlands. Doe maar Hollanda, want jij hebt hem op Spanjool gedaan, dus. Wat is dit dan? Nee, doe maar kassa, is thuis. Oh, wat heb je gedaan, joh? Ik heb toch niks gedaan, dus je kunt zeggen... Ik zag Espanola staan, joh. Staat Hollanda. Staat Hollanda. Ah, maakt me gek, hé. Ja, ben je al, blijkbaar. Ja, laat zitten, joh. Waarom moeten jullie... Zoek het uit. Zoek het uit. Ik geef het op hier. Staat toch Hollanda of niet dan? Ja, maar initieel is het gewoon Spaans, joh. Ja, dan zet ik hem op Engels. Dan zoek je het zelf uit. Of je hebt een Spaanse televisie gekocht, ja. Zou ik hem eens op Engels zetten? Kijk, wat... Flikker de dingen in de prullenbak, weet ik veel. Okay. Morgen bij Een Huis Vol in Quarantaine. Succes. Miguel en Cheyenne hebben een afspraak voor de 20 weken echo. En dan komt corona, dan kan je ook niet meer naar binnen. Dat is wel jammer. Johan Jelies bouwt een bar in de tuin. Nu mag er uitgerekend, daar mag er één zitten. Hier in het midden mag er één zitten en bij de bar. Dan zou je met 3 zou het net al kunnen, 1,5.